Dit is Panel Echo, Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 23 maart 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag hebben we Mosse in de uitzending en daarna een stukje data en vervolgens SSTV in BW12. Gisteren en eergisteren was de data in 8PSK. 8PSK is een familielid van bekende PSK31, dat voluit eigenlijk BPSK31 heet. Die B die ervoor staat geeft aan dat het signaal twee betekenisvolle fasetoestanden heeft in het signaal om informatie over te dragen. 0 en 180 graden op de sinus van het signaal. Er bestaat ook QPSK, waarbij de Q staat voor kwadratuur, voor een viervoud. Dit signaal heeft dus vier betekenisvolle fasehoeken op 0, 90, 180 en 240 graden van de sinus. Het kan daardoor dus tweemaal zoveel informatie bevatten als BPSK. Bij 8PSK is dat aantal nogmaals verdubbeld. Dus dat kan vier keer zoveel informatie bevatten als bij PSK. Het is daardoor dus ook sneller. PSK is een modus die vooral heel snel is. Zoals bij 8PSK 1000 is dat heel snel. Of het is heel smal als de snelheid laag is. Dus dan wordt de bandbreedte kleiner. Het is echter wel redelijk storinggevoelig. Je hebt daarnaast modus zoals MFSK die met meerdere toonfrequenties werken. Ja, die modus die zijn of relatief traag of ze zijn relatief breed. Maar de datadoorstroming is minder groot dan bij de PSK-modus. Maar ze zijn daarentegen dus wel heel solide. En ten opzichte van ruis en ten opzichte van verstoringen. Vandaag hebben we zo'n mode. Dat is Thor, THOR, in de variant Thor 16 bij 600 Hz. Dit signaal zou eigenlijk bij iedereen goed moeten schrijven. Thor is MFSK en het is verwant aan het bij mij favoriete Domino EX. Thor is extreem ongevoelig voor misafstemming. Het getal 600 voor de gebruikte centrale frequentie is dan ook niet kritisch. Het is ook ongevoelig voor storingen en vanwege de kleine bandbreedte nagenoeg ongevoelig voor fasevervorming in het audio. Vooraf aan Thor is er dit keer een Reed Solomon code, dus als je FL-Digi op automatisch hebt staan, dan hoef je zelf niet de Thor 16 in te stellen bij 600 Hz. Ja, er is nog steeds wat weinig nieuws, dus ik moet me behelpen met wat berichten die niet helemaal 100% amateurberichten zijn. In Amerika heeft de organisatie van omroeptechnici de FCC gevraagd om actie te ondernemen om de middengolf weer meer bruikbaar te maken. In de VS wordt AM nog volop voor omroep gebruikt. De organisatie wil dat de FCC met regels komt die de storing op de middengolf aan banden legt en wil dat deze maatregelen voor alle banden onder 30 MHz gaan gelden. De organisatie ziet storingen alleen maar toenemen en wil dat er verplichtingen komen voor fabrikanten en leveranciers. Omdat als de apparatuur, zoals bepaalde soorten verlichting die heel veel op middengolf storen, eenmaal binnen mensen thuis liggen, er niet zoveel meer aan te doen is. De SBE draagt ook verschillende voorbeelden aan van storing die bij zendamateurs voorgekomen zijn. En had verder een schrijnend voorbeeld van een middengolfstation die een adviesbureau in de arm hadden genomen. Dat bureau constateerde vervolgens dat het signaal van de 50 kilowatt middengolfzender vanwege de storing ter plekke op 6 kilometer afstand bij de zender vandaan al niet meer op een autoradio beluisterbaar was. De politie werkt volgens security.nl aan een database van particuliere beveiligingscamera's. De politie is bezig met het opzetten van een database met de locaties van particuliere beveiligingscamera's. Steeds meer particulieren gebruiken camera's om hun eigendommen te beveiligen. De politie maakt naar eigen zeggen in haar dagelijks werk veel gebruik van deze beelden. Om te weten te komen waar de beveiligingscamera's zich bevinden en wat zij zien, alsmede wat de beeldkwaliteit is, is de politie het project Camera in Beeld gestart. Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of inbraak is geweest, kan de politie op een interactieve plattegrond zien of er camerabeelden van het incident zouden moeten zijn. En als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. In dat geval zullen de beelden volgens de politie altijd met een machtiging van het Openbaar Ministerie worden gevorderd. De beelden kunnen vervolgens als bewijs worden gebruikt. De politie kan niet met de camera's meekijken en de gegevens van mensen die aan het project meewerken zijn alleen voor politiemedewerkers inzichtelijk. De politie riep eigenaar van een beveiligingscamera vorige en deze week via Twitter op om aan het project deel te nemen. Ja, omdat het Engelse stukje van de Engineer Guy gisteren nogal in de smaak viel, heb ik er nog eentje. Ik ga ze niet elke dag uitzenden, maar ik denk dat ik er af en toe eens eentje voorbij laat komen. Dit was wel een aardige. Nothing illustrates engineering design better than a mobile phone. In fact, a definition of engineering might be something like design with real-world constraints. Here's the seven major constraints that govern the choices made by an engineer in designing a cell phone. The essential trade-off in any cell phone is compactness versus usability. We want a small phone, but also one that fits our bodies. Here's three solutions.
a hinge, the classic flip phone. Put a hinge in and change the size, and it allows you to have larger keys. You can also see the same idea in slider keyboards. Second, you could do what they do on this phone, a BlackBerry, and maximize available space by using very tiny keys. And you can use software. This is my Android, the phone I use every day, and I've added to it a clever little keyboard designed for small devices. I can spell my name just by doing this. Very clever, isn't it? Next, emotions affect the design of a cell phone. You don't see these too much today, but the flip of this now nearly vintage phone resonates deeply in the psyche of someone my age. I grew up watching Captain Kirk grab his communicator and bark a command, "Beam me up, Scotty." I'm sure phones today resonate in some way with video games or popular movies. Now, next, in making a compact design, an engineer considers energy. In the 20 years or so that I've been using a cell phone, they've shrunk. Hold on. Look at how huge this vintage brick phone is from the 1980s. This isn't even one of the first ones. It's one of the later ones called an Ultra Classic 2, slightly smaller than the first phones. It weighs just over a pound, and it seems to be mostly battery. It uses a nickel-cadmium one, compared to this lithium-ion battery from a more modern phone. Now, batteries shrunk because they got better, and we have greater energy density now, but likely more important is the move from analog to digital signaling and a movement of much energy-draining computation from the phones themselves to the towers. The next constraint also helped reduce battery size. Old cell phones had brick-sized batteries, partly because it took a lot of power to reach a cell phone tower. But today, we have such a density of towers that we don't need as much energy to reach one. The increase in towers has made this a nearly endangered species. For this razor, this is the closest indication of an antenna. It's a rubber cover for the external antenna connector used during testing of the phone at the factory. The actual antenna is inside, underneath one of the plastic parts of the case of the phone. Now, this doesn't work as well as a huge external one, but that's the trade-off between compactness and usability I mentioned earlier. Now, another reason for a phone's compactness is plastics. If we didn't have plastics, this phone would be much larger and more expensive. Just take this latch. Imagine how bulky some kind of clasp would be. The fact that this plastic gives a little bit and pops back into place makes this simple, small fastener possible. The phone's designer needed a deep knowledge about how plastic behaves so it could be used thousands of times without wearing out. The insides, the way a phone operates, reflects yet a sixth design criteria. On most modern cell phones, you'll find something called Enhanced, or E911. In an emergency, an operator can locate the phone to within several hundred feet. Typically, it doesn't use true global positioning, but instead assisted GPS, in that it uses the location of cell phone towers to triangulate. Now, this is fraught, of course, with all types of privacy issues. Lastly, we need this phone to quickly change the volume because as a culture, we've decided that there are times when our cell phone shouldn't ring. And so we can adjust the ringtone volume easily. I'm Bill Hammack, the engineer guy. Hi. How did you get this number?
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wat een bijzondere broche heb je daar. Ja, leuk is die her. En hij ziet er heel elektronisch uit. Nieuw? Ik heb hem net, ja. Maar dat ziet er trouwens net uit als een Raspberry Pi Zero. Ja, het is ook een Raspberry Pi. Leuk her. Ik heb net een vuil wat van de beschermende lak gehaald en daar heb ik een veiligheidsbelt op gesoldeerd. Oh, wat zonde toch weer. Nee hoor, helemaal niet. Een beetje broche kost al snel een paar tientjes. En zo'n Zero heb je al voor minder dan 8 euro. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Maar ik blijf het toch zonde vinden.